Luidjesthuis, we hebben zo net Indonesische haute couture gezien, maar hier in dit koude kikkerland hebben ook modekunstenaar Yang Jumpal. En Tante Lien is zo blij, weet je, dat vanavond hier bij Tante Lien op bezoek is Prank Hover. Ja, Yang. Wat een verrassing. Ja, je hebt Tante Lien meteen opgebeld, hè? Want weet je, toet, geef even hier. De sarong die Tante Lien aan had, is een goedkope uit Indonesië opgestuurd, hoor. Helemaal niet, het is gedrukt in Helmond. Het is een van de dessins die heel all over the world verkocht is. En daarom denk ik dat het leuk is om te vertellen dat vanuit Helmond de grootste fabrieken met de grootste export naar Afrika, het Caribisch gebied, diverse gedeeltes van Indonesië. En ik ben daar zo gelukkig om daarvoor te mogen werken. Ik maak de coloriet, ik geef aan wat ze denken te moeten gaan brengen. En dat doe ik al 25 jaar, dus ik weet er onderhand ook iets van. Ja. En ik vond het zo leuk dat je in deze authentieke omgeving daarvoor gekozen hebt, deze Nederlandse batex. Ja, maar het komt vandaar, dus van het Nederland naar daar en dan weer terug ingehaald. Dat komt heel veel voor, mensen die op reis gaan en dan thuiskomen en de koffer open doen, dan zien ze daar Dutch Java-printen staan en het is gemaakt in Helmond. Ja, vertel verder. Ja, nou, ik heb niet zoveel te vertellen, ik kan het beter laten zien. Shirley, mijn cultuurmannequin vedette. Zoals je ziet is dit een traditionele batik die omgecoloreerd is en precies past in het huidige modebeeld. Paars, groen, beetje rood erin, grootbloemig, wat op het ogenblik erg gebracht wordt door de La Croix bijvoorbeeld in Parijs. Kenzo heeft het heel groot opgenomen en ik denk dat het heel dankbaar dessin is om daar schitterende kleren van te maken. Beeldig. Het zijn dus in diverse kleurstellingen. Dus veel met blauwe en erg tropische kleuren gecoloreerd. Ja, en daar komt Yvette. Aan dit soort designs heb ik mijn job te danken. Ik was een van de eerste die dat ontdekte feitelijk op de Interstof. En mijn opdrachtgever bestelde meteen 60.000 meter. En we hebben daar enorm succes mee gehad. Het is feitelijk all over the world verkocht. Het sloot erg aan bij de jeansmode van die dagen. En het is nog steeds in de mode. Precies, bij de jeans. Ja. Ja. En daar komt Shirley. Dit is een dessin wat we pas ontwikkeld hebben in de zeepaardjesstijl. Wasbestendig, verschiet niet, blijft zoals het is. En zeer moeilijk te drukken. Zeer moeilijk, een zeer moeilijke techniek. En weet je wat ik zo leuk vind, luidjes thuis? Alles is gespeld, ja, en gevouwen eromheen, hoor. Als je bijvoorbeeld hier ziet, de schouder, ja, van Shirley, je ziet zo tjekruk van de schaar. Er is niks aan genaaid. Nou, ik vind het geweldig. Leuk om te laten zien dat je gewoon met dit soort zeer typische materialen zeer Europese kleren kan maken. Ja, je laat ons toch nog een paar zien, ik ga direct voor de finale een paar avonddingen laten zien in deze zeer traditionele van stoffen. Kijk dan. Die ik hier ook in kussens ziet enzovoort. Ja, nou, veel succes en tot zo dadelijk, ja? Dankjewel. Frank en meisjes.